Dit is Lin, nog geen 3 weken op de wereld. De hik. Ja. De hik. Oh. En dit is Kim Stalens, volleybalster en nu dus ook moeder. Je voelt je verantwoordelijk voor zo'n kleintje, ja. Je moet alleen wennen aan het hele nieuwe, het ritme, het echt plannen van hele dagen en zo. Dat is een kwestie van plannen, maar goed, je went er ook wel snel aan, want het is wel spannend allemaal. En zo kort na de bevalling is al te zien dat Stalens naast de zorg voor haar kind er wel wat bij kan doen. Dat moet ook wel, want eind oktober wil ze gewoon weer op het veld staan als Oranje het WK volleybalt. Als ik een meerwaarde kan zijn voor het team, dan wil ik dat zeker proberen. Ja, nou ja, voor zover gaat het goed en ik weet niet waar het toe zal leiden, maar dat is de ambitie die ik altijd heb gehad. Typisch Kim Stalens misschien, toch op haar eigen manier doen. Ja, eigenwijs, dat zit erin. Dat kwam er ook op kritiek te staan, want zo werd er gezegd, zo kort na een bevalling alweer terug in de topsport is niet goed voor haar lichaam. Ik heb nooit gezegd, ik ben van plan of ik wil graag topfit in de basis op de WK staan. Ik heb gezegd, als ik van hulp kan bieden aan het team, al is dat door 1 invalsbeurt extra, waardoor wij goud winnen, nou dan wil ik graag aanwezig zijn. Dat is wat ik gezegd heb. En die kritiek, nou dat begrijp ik wel. En aan de andere kant kennen ze mij ook helemaal niet. Ze kennen mij niet, ze kennen mijn fysiek niet, mijn persoonlijkheid niet. Dat is dan wel wat lastig, vind ik, om een mening te hebben over iemand anders. En zo moet het ene hoogtepunt het andere opvolgen in het leven van Kim Stalens. Ja, je dochter is natuurlijk fantastisch. Dat overtreft alles, vind ik. Maar ja, het zou leuk zijn om er een wereldtitel bij te hebben, toch? Ja. En als het goed is Lin daar getuige van. Wordt Kim Stalens geselecteerd, dan gaat de kleine gewoon mee naar Japan.